Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 17 mei 2015. Dus het bulletin van zondag. Vandaag aan het einde ook een stukje data in de uitzending, net als gisteren, maar dan wel veel korter en toch met meer tekst. Het is voor de liefhebbers Domino EX88, gecentreerd rond 1000 hertz. Ja, er is niet al te veel nieuws, dus ik moet mijn toevlucht opnieuw nemen tot een van de micronatieverhalen. Het is een beetje een lange, dus ik moet hem ook nog in twee delen splitsen, maar hij is wel een beetje relevant voor de hobby ook, dus dat is gewoon weer een voordeel. Ik heb hem geschreven in november 2010, dus dat is toch alweer een tijdje geleden, maar het is nog zo actueel als het maar zijn kan. Het gaat over Guantanamo Bay en over Navassa Island. Guantanamo Bay is de laatste jaren grotendeels bekend vanwege de detentie daar van gedetineerden, CQ geïnterneerden, die gevangen werden genomen in de oorlog tegen het Taliban-regime in Afghanistan. Guantanamo Bay is niet een afzonderlijk land, maar wat de meeste mensen niet weten is dat het feitelijk ook geen deel uitmaakt van de Verenigde Staten. Guantanamo Bay is een grote natuurlijke haven die onderdeel is van de staat Cuba. Sinds 1903 echter heeft de Verenigde Staten de territoriale controle over een gebied rondom de baai van 116 vierkante kilometer, ongeveer 46 vierkante mijl. Die controle over dat gebied werd geregeld in het Cubaanse-Amerikaanse verdrag van datzelfde jaar 1903. Het verdrag regelde dat de Verenigde Staten door het huren van de haven de totale jurisdictie en controle over het havengebied zou krijgen. Dat is ingesloten door de omliggende heuvels, terwijl Cuba wel de uiteindelijke soevereiniteit over het gebied behoudt. De huur of lease van het gebied werd geregeld op basis van het wat al wat... Nou, even overnieuw. De huur of lease van het gebied werd geregeld op basis van het al wat oudere concept van een zogenaamde 99 jaren lease, waarbij 99 jaar niet letterlijk moet worden genomen. Het betekent hier slechts langer dan een mensenleven. Het is een constructie die vaker voor dit soort dingen wordt gebruikt. In het geval van Hongkong, waar dit bijvoorbeeld ook gebeurde, nam China de 99 jaar echter wel letterlijk. En omdat het Verenigd Koninkrijk daar toen uiteindelijk mee instemde, kwam daarmee in 1997 een einde aan het beheer van het Verenigd Koninkrijk over deze kroonkolonie. Ik zit een beetje in tijdgebrek, maar niet zoveel dat ik zou moeten stotteren. In het geval van Guantanamo Bay regelde een herbevestigend verdrag in 1934 echter een verlenging van het gebruik van het gebied onder dezelfde voorwaarden door de VS zonder verdere einddatum. Volgens de voorwaarden van het verdrag evenwel mag het gebied alleen gebruikt worden voor het laden van kool en voor de marinebasis, niet voor commerciële doeleinden. Op de marinebasis is echter in de laatste decennia wel ruimte verhuurd aan McDonald's, een restaurant uit de Subway-keten, een gecombineerde Kentucky Fried Chicken en een ANW en verder een Pizza Hut en een Windjammer-restaurant. Door een aantal partijen, waaronder geleerden in het internationaal recht uit de Verenigde Staten, wordt daarom gesteld dat het laten opereren van deze enige fastfood-restaurants op Cubaans grondgebied een overtreding is van de oorspronkelijke verdragsregels. Het hadden de eigen keukens van de basis moeten zijn die het eten voor de manschappen verzorgden. Het niet voldoen aan de regels, zo regelt het verdrag, houdt in dat het verdrag zal worden beëindigd. Het is echter niet waarschijnlijk dat de Verenigde Staten hierom uiteindelijk straks het gebied zullen gaan verlaten. Een historisch interessante kwestie vond plaats toen in 1959 Fidel Castro met zijn aanhangers de kapitalistische dictator Batista van het eiland verdreven en zelf de macht in handen namen. Volgens het verdrag van 1934 moet aan Cubaanse handelsschepen de vrije passage door de baai worden verleend. Het noordelijk deel van Guantanamo Bay is gewoon in Cubaanse handen. Verder moet het leasebedrag van $2000 in gouden munten jaarlijks aan Cuba worden voldaan. Echter, het was alleen de eerste cheque ten tijde van het Castro-bewind die daadwerkelijk geïnd werd. Waarschijnlijk was dit op basis van een fout gemaakt in de chaotische nasleep van de revolutie. De Verenigde Staten zien echter in deze betaling de erkenning door het regime van de geldigheid van het verdrag. Alle cheques daarna, die sindsdien dus zijn binnengekomen, die overigens zijn uitgeschreven aan de sinds de revolutie niet meer bestaande thesaurier-generaal van de Republiek, die liggen naar verluid nog altijd ongeïnd ergens weggepropt in een la op de werkkamer van de aanvoerder van de revolutie. Morgen deel 2. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De korte golfuitzendingen van de Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur midden-Europese zomertijd te beluisteren op zowel 6005 kHz in de 49 meter band als op 7310 kHz in de 41 meter band. Er zijn de dag erop twee herhalingen, 's ochtends om 10 uur op 7310 kHz en 's middags om 14:30 op 9560 kHz in de 31 meter band.
Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.